We gaan naar de Dilemma Plus. Dat is deze roze emmer hier. Als je via de radio luistert en denkt van nou, ik wil die emmer wel heel graag een keertje zien. Zet even de tv aan op RN7 of RN7.nl en dan kun je live meekijken in onze studio. Of kom even langs. Kom even langs inderdaad, dat mag gewoon. Nee, dat mag niet, maar... Van ons wel. Maar dit is inderdaad een roze emmer en er zitten allemaal vragen in. Truth or dare of dilemma's. En dan gaan we allemaal eentje uithalen. Maar eerst jij. Ik mag beginnen deze keer? Ja. Oké. Okay. Dilemma, dilemma. Ik heb een dare. Oh nee hè. Wat? Oh nee hè. Vertel. Oh, dat bedoel ik eigenlijk. Ik bedoel de dare. Ja. Ik zei dilemma, maar ik bedoel het. Bel naar jouw nummer, neighbor. Oh, alweer. Het is jouw telefoonnummer, maar dan het laatste cijfer eentje hoger of lager. Oh, ik vind het nu al pijnlijk. Ik ook. Nee, dat is hartstikke leuk. Ik heb hem ook een keer gehad. Het was geen fijn gesprek. Nee, dat is zo. Ja, je mag hem er nu uitlaten. Ja. Dan hoef ik hem niet meer te doen. Sorry. Ik stop hem wel gewoon terug. Hij zit er toch in. Goed, we gaan bellen. Even kijken. 06. Ik ga niet helemaal opnoemen. 07. Gaan we eentje hoger? Of nee, dat kan trouwens ook niet. We moeten er eentje hoger. 06, loogs. 2. Nou. Godverdomme. Ik wil dit niet. Ik ook niet. Ja, maar straks is niet in gebruik. Oh. Oh. Ja. Nee. Wat is je laatste nummer? 1. Ja, dan kun je toch ook eentje lager doen? Ja, dat klopt. Yes. Dan kom ik net ook in één keer achter. 0. 0. Nou. Dit nummer is niet in gebruik. Oh. De verbinding wordt nu verbroken. Ik heb een heel exclusief telefoonnummer. Nou, dan ga ik gewoon even... Je hebt gewoon geen buren. Je bent een vrijstaand telefoonnummer. Ja, dan maak je van die 1 geen 2, maar een 3 bijvoorbeeld. Nou, dan doen we dat. Nou, en als dat zo is, dan heeft hij echt een vrijstaand nummer. Nou. Ja, maar dit doe je expres. Nee, dit doe ik helemaal niet expres. Nou, laatste poging een 4. Anders houden we ermee op. Dan kom je heel goed mee weg. Nou, dat vind ik jammer. Ik wil gewoon iemand spreken. Oh jee. Oeh, dat duurt heel lang. Oeh. Oh shit. Nou. Dit is wel lang. Ja, wie is het? Hey, je spreekt met Miguel. Ja. Hey, hallo, Miguel. Ja, Miguel, we hebben elkaar vorige week hebben we elkaar gesproken en toen hebben we nummers uitgewisseld. Weet je dat nog? Hallo? Ja, hallo? Ik wil graag kijken of we misschien volgende week iets zouden kunnen doen ofzo, want we hebben vorige week nummers uitgewisseld. In het park, weet je dat niet meer? In het park? Ja. Ik weet niet. Nee, weet je niet meer. Oh, maar vind je het dan maar misschien is het dan toch nog leuk, omdat we hadden best wel gewoon gezellig contact en zo. We hadden gelachen met elkaar. Misschien kunnen we toch een keer een drankje doen of zo. Oh, je bedoelt mijn vader zeker? Oh, dat zou ook kunnen inderdaad. Ik ben zijn zoon. Oh, vandaar. Oh. Ja, hij zit even met iemand anders aan de telefoon. Dus. Oh, joh. Oh, oké. Okay. Nee, maar heeft hij wel over mij verteld dan laatst? Ja, volgens mij wel, ja. Oh, echt? Oh, wat heeft hij gezegd dan? Oh, wat leuk. Oh, ik ben zijn zoon. Ja, nee, dat snap ik, maar... Ik weet niet wat er ging. Oh, oké. Maar hij heeft het wel over mij gehad, dus. Ja, volgens mij wel. Oh, wat leuk. Oké, grappig. Hey, luister, ik ga dan even ophangen nu, maar laat het maar ooit een keertje weten als hij tijd heeft. Doe hem de groetjes zo meteen van mij. We gaan dan volgende week een biertje doen of zo. Vind je dat goed? Kom ik wel even langs. Juist. Ja, oké. Okay. Oké, helemaal top. Hey, dankjewel, hè. Ja. Joe. Wat een rugzakje van die vent. Jezus. Wat erg. Wat erg dit. Wat was dit een knoop in je zakdoek? Miguel, jij maakt hele families kapot. Familietrauma's. Oh, wat kut. Wat raar. Ja, het leuke is, ze gaat de hele avond nog over je hebben. Ja. Papa, wie is Miguel? Ja, nou goed. Leg dat eens uit. Oh, en waarom weet mama er niks van? Ja. Oh, wat erg. Oh, ik heb het helemaal warm. Ja. Ja. Hoe heet die nou eigenlijk? Rinus, geloof ik. Dus dat verstond ik. Ja. Oh, oké. Dominique, jij vindt...
Laten we dit maar zelf. Zal ik hem even blokkeren trouwens? Doe maar. Ja. Voor de zekerheid. Ja. Ik heb zoiets ergs. Dan? Een dilemma. Altijd een slechte adem hebben of altijd scheten laten? Nou, dat één doe je al. Nee, grapje. Nou, ja, dit is echt heel naar. Het is verschrikkelijk. Allebei is eigenlijk gewoon iets wat je niet graag doet, denk ik. Daarom is het ook een dilemma. Ja, nee. Ik zou denk ik gaan voor... Oh, dit is moeilijk. Mm-hmm. Wat zouden jullie kiezen? Ja, het hangt ook een beetje vanaf wat voor scheten het zijn. Kijk, als het lijkt me verschrikkelijk. Ja, als ze een zakje zijn. Ja, maar die zijn wel het ergst altijd, hè? Qua zeg maar geur en zo. Ja. Ja. Of ben je het er niet mee eens, Dominique? Nou, ja, ik ben een meisje. Ik praat hier überhaupt helemaal niet over. Dus daarom leg ik de vraag even terug. Maar je mag nu al lang vergeven. Ik zou gaan voor een slechte adem en dan gewoon, hoe heet dat, mondwater? Ja, Listerine gewoon drinken, ja. Denk ik. Een beetje bleekmiddel drinken. Ja, ja. Misschien wel gewoon spoelen met chloor of zo. Ja, ik weet zeker. Niet. Absoluut. Doet Trump ook. Ja. Witte tanden. Ja, toch. Ja, oké, moet ik hem terug doen? Je moet, nee, die hoeft niet terug. Thanks. Och, wat een erg. Wat is dit een gênante dilemma vandaag, zeg? Ja. Wat raar. Gelukkig heb ik ook een dilemma. Oké. Confetti boeren of glitterscheten laten? Allebei. Sowieso allebei. Je kan gewoon niet kiezen bij deze. Ja, maar dat maakt het alweer helemaal anders. Ja. Ja, maar deze is leuker. Want natuurlijk, kijk, glitterscheten laten, dat ziet niemand. Dat blijft in je broek hangen. Ja, dat hoop je. Want straks komt het er gewoon uit je broekspijp. Ja, dat is ook leuk. Dat is toch ook raar? Die heel spoor vinden. Van... Oh ja, hier is Rick geweest. Nee, doe dan maar confettiboer. Als je dan in de kroeg een atje neemt, dan komt er nog confetti uit ook. Oh, dat is wel grappig, dat is wel leuk, of niet dan? Ja, maar daar zit wel een idee achter. Ja, dat is heel leuk. Oké, nou, daar zijn we dan ook weer over uit. Dan gaan we dat doen. Atje nemen in de kroeg. Ja. Confetti daarna boeren. En dat doen we dan op dit nummer. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. Dat lukt niet. Sorry. Nee? We hebben meer duimpjes nodig. Help je even mee? Klikken. Duimpje omhoog. En delen met iedereen die je kent. Iedereen.